Hoe en wanneer hoorde jij van de blessure van Roy Kortsmit? Ik hoorde het gisteren al een beetje dat hij nog vrij veel last had. En, toen heb hij het geprobeerd op de training. Alleen dat wou niet. En werd het vandaag wat duidelijk dat het vandaag ook niet werd. Dus morgen ook niet. En dan denk jij als reservekeeper, dat is mijn kans? Ja, dat is een mooie kans voor mij om te laten zien. En natuurlijk, Heerenveen Oude is een mooie wedstrijd voor mezelf en ook voor ons als team zijnde. Dus ik heb er wel zin in. Eerder dit seizoen mochten jij en Alex Kranings allebei warmlopen bij de blessure van Roy tegen Willem II. Was je verrast dat jij in mocht vallen? Nee, ik was niet verrast. Ik denk, natuurlijk heb ik een goed gesprek gehad voorafgaand aan het seizoen met Pastoor toen nog. En die zei van, ik wil een ervaren iemand hebben achter Roy. En, dus nee, ik was niet bang dat ik niet zou gaan invallen natuurlijk. En de vorige wedstrijd dat Roy niet zou kunnen starten, was hij tegen Vitesse. Ook toen zou je hebben gespeeld, maar die wedstrijd werd afgelast. Was dat een enorme teleurstelling? Het is wel een teleurstelling. Alleen je doet er vrij weinig aan, dus dan hoef je er ook niet meer zoveel over te hebben, denk ik. En dan morgen, de kans waar je naar uit hebt gekeken? Het is wel een mooie pot natuurlijk, wat ik net ook al zei tegen Heerenveen. En ik heb er gewoon ongelooflijk veel zin in en ik hoop gewoon dat we als team daar gewoon een goede uitslag neer kunnen zetten. Is het voor jou nog een speciale wedstrijd eigenlijk met je Cambuur verleden? Aan de ene kant wel. Dat was natuurlijk wel een strijd met elkaar. Nee. Het blijkt gewoon dat het gewoon een mooie wedstrijd is. En het is ook een goede club Heerenveen. Dus je wil daar gewoon alles geven. Het ligt uiteindelijk wel dichterbij waar je je hele leven gewoond hebt. Hoe makkelijk was de overstap maken naar Rotterdam dit seizoen? Op zich wel makkelijk, omdat ik het zelf wou. Ik was zelf wat anders. Dus dan ben je al gauw tevreden. En daarom was ik ook blij dat Sparta kwam. En dat dit gewoon een hele mooie club is en een hele fantastische ervaring voor mij is om eens een keer ergens anders te kijken.